daarom, conform het Openbaar Ministerie, tot een taakstraf van 120 uur. Heeft u daar nog iets op te zeggen? Jawel, je moeder! Vandaag gaat Judeska voor haar taakstraf prikken in het plantsoen. Het is niet de bedoeling, hè? Dat je zomaar je vuilniszak zomaar gaat zetten op die gras, hè? Want die gras is gewoon net gewoon gemaaien, hè? Maar dat is mijn tas. Dit is jouw tas? Waar heb je die gehalen? Bij Senos? Jood? Mensen komen tegenwoordig gewoon alleen maar troep. En dat is goed, jouw ja. Kijk, hey, Badari. Je mag met mijn eentje komen spelen. Kwek. Breng ze naar de Chinese mee, ik maak gewoon een Peking eend. Enkele maken ze gewoon misbruik van mij, hè? Ik moet die prullenbak leegmaken omdat ze elke keer war lopen te maken en zo is. Niet doen. Stap erin, je gaat zien, ik prik het twee keer in je nek. Niet doen, loop door. Loop naar die andere. Frankie Joram. Na. Was blijkbaar een waterpuntje. Een waterpuntje. Daarom is het zo nat. Ik ga helemaal niks op. Luister, rap het dan, want ik waarschuw. Ik ben namelijk door de rechter bevoegd om die bevoegdheid te hebben om mensen naar wat op te rapen. Dus rap het. Ik ga het alles leggen. Als ik wil, ga ik jezelf leggen. Oh, jij wil gaan liggen. Meneer wil gaan liggen. Oké. Ik ben klaar met de taakstraf. Ik ga naar huis.